in de categorie Sportploeg van het jaar 2022. Perfectionisten in de sporttechniek, Erik Vaas en Niels Neumann. Gemengd korfbal, spannender dan het WK voetbal. Team Tilburg 1. Van promotieklasse naar hoofdklasse. HC Tilburg, dames 1. Nage no kata. Een judo-variant waarbij je als duo een serie van 15 judo-technieken uitvoert voor een jury. Altijd in dezelfde volgorde. Elke beweging is voorgeschreven. De sport is het zo perfect mogelijk te doen. Erik, gymleraar en Niels, onderzoeker, ontmoetten elkaar 10 jaar geleden. Zonder grote ambities. Ze wonnen 5 keer het NK, 2 keer het EK en recent het WK. Bij een kampioensuitwedstrijd verplaatsen we gewoon ons huis. Met een grote bus, gevolgd door een lange rij auto's, rijden we samen met onze supporters naar Utrecht en kleuren het daar blauw-wit. Maar oei, het werkt niet. We dreigen te verliezen. 4 seconden voor het eindsignaal scoren en winnen we. We zijn ongeslagen kampioen, gepromoveerd naar de eerste en de overgangsklasse. Met 36 teamleden er samen tegenaan. Lief en leed delen, progressie boeken en tegenslagen overwinnen. Met een mooi resultaat, de hoofdklasse in het hockey. De dames willen blijven bouwen aan hun prestatiecultuur. Technisch en fysiek sterker worden en met het maken van veel vlieguren een stabiele hoofdklasse worden. Hun gezamenlijke droom, een kast vol prijzen.